En welkom bij deze nieuwe affiche. Acteur Frans Maas schopte tot voorzitter van het Hof van Assise. En Janine Bisschops en Thomas van Goetem openen binnenkort hun eigen café Beveren. En dat levert straks alvast voldoende gesprekstof op om jullie daarna richting theater te brengen. Maar er is nog een reden. Want na de succesvolle doortocht vorig jaar keert de ABBA-musical Mamma Mia vanaf 12 augustus opnieuw naar onze Vlaamse podia. Vertrouwde gezichten tegen opnieuw present, aangevuld met opvallende en beloftevolle nieuwkomers. En een paar van hen, van die castleden, zitten bij ons, Helle van der Heijden en Dorian Lievijns, welkom. Hallo. Ja, voor jou is het niet gloednieuw, Helle, jij zat er al in. Maar voor jou, Dorian, is het dan wel weer gloednieuws. Dus we hebben heel wat erover te praten. Ja, zeker. Willen we dan aan jou de primeur geven? Jij sprong een gat in de lucht, denk ik. Ja, ik was heel blij. Mamma Mia is een show die al heel lang op mijn bucketlist staat. Het is een show die ik lang geleden als kind eens gezien heb. En die wel blijft tot de verbeelding spreken. Ik vind dat... geweldige muziek van ABBA. Ik vind dat een heel leuk verhaal. Heel zomers hou ik van, altijd feestvieren in die show. En het feit dat ze mij belde om te vragen van... Hey Dorian, heb je zin om nog eens langs te komen op auditie voor de rol van Ska? Ja, ik heb een gat in de lucht gesprongen. Ja. Ik dacht, dit mag ik niet laten liggen. Want je had al eens eerder auditie gedaan. Drie jaar geleden ondertussen bekend waren er audities voor de eerste run van Mamma Mia. Die ging doorgaan voor corona. En toen had ik auditie gedaan, ik was ook aangenomen om in het ensemble te zitten. Maar ik kon dat toen niet combineren met shows van 4045 en Daan. Ja. Dus ik heb dat met pijn in het hart... Een verscheurende keuze, denk ik. Moeten laten vallen. Maar ja, bewuste keuze gemaakt. Dus voor mij was dat een afgesloten hoofdstuk. Ik ben dan een paar keer naar de show gaan kijken dan. En ik dacht, zo leuk. Ja. Zie nu van de puzzelstuk is toch op zijn plek. Ja. En dan toch nog telefoon krijgen voor de hernieuwing. Ik denk, het is dat zo moest zijn. Het dus, lot was jou heel gunstig. Zeker, en zeker. Nu krijg jij er een nieuwe collega bij, Helle. Tevreden? Ja, we hebben ook samen auditie mogen doen. Zo wouden toch eens zien hoe de romantische klik was. Chemie was tussen en ons. Is die er? Ja. Maar er is sowieso veel chemie tussen ons. Ja. Of die louter romantische. We zijn sowieso heel goede vrienden ook. Dus ik was heel blij natuurlijk toen Dorian zijn naam naar voren werd geschoven. Omdat we elkaar ook heel goed kennen. We willen sowieso altijd al eens samenwerken. Ja, het is heel vaak dat Helle en ik net niet in dezelfde positie staan. Toevallig. Het had zo goed kunnen zijn dat we dit toch zeggen. Ah, maar het zal de volgende keer zijn. En nu... Is het zover? Dus het is de eerste keer dat we samen eens in productie mogen. En dan mogen we nog een koppeltje spelen. Ja, dat is dus dat meteen. Dat is gewoon de totale chemie die je kan denken. Wie wist het eerste dat hij de rol ging doen? Heb jij het haar verteld of heeft zij jou het verteld? Ik denk dat ik het al wel stiekem een beetje had opgevangen. Jij wist al een beetje dat ze mij misschien gingen bellen. Ja. En dan eigenlijk met de auditie zelf zei de regisseur Stanny Krets meteen van... Ja, Dorian, voor mij is het goed. Hè. Als jij wilt meedoen, wil jij meedoen. Ja. Dus het echte antwoord van je hebt samen het, hebben we samen gehoord op de auditie. Ja. En waarover gaat het verhaal? Stel dat mensen het toch niet zouden weten waarover het gaat. Je hoeft niet tot in de details. Kan ik beginnen? Hij heeft gestudeerd, dat merk je. Gestudeerd? Ja, je kent het. Ik ken de show gewoon. Ik heb die show al heel vaak gezien. Hij is veel komen kijken. Ja. En in Duitsland nog gaan kijken. Ik heb hem al in het Engels gezien. Ik heb hem al in het Frans gezien, de show. De film al 100 keer gezien. En ik heb al 3 keer of 4 keer al ondertussen jullie bezig. En kan je hem in een paar lijnen samenvatten? Sophie trouwt met mij. Ja. Maar ze heeft geen vader om haar weg te geven. En wat doet ze? Ze heeft het dagboek van haar mama gevonden. En 9 maanden voordat ze beviel van Sophie, heeft hij mij een paar mannen, 3... Beetje... Dat is eigenlijk het spelletje, de show gaat wie van de 3. En ze nodigt die 3 mannen uit op het eiland waar ze woont met haar moeder. Een hele gevaarlijke uitdaging dan. Ja. En op het moment dat die 3 mannen daartoe komen, zie je jouw moeder ze en die flipt helemaal. Ja. En ze hoopt eigenlijk dat als ze die gaat zien, dat ze meteen gaan weten wie haar vader is. Maar dat is eigenlijk niet. En op een gegeven moment denken ze alle 3 dat ze de vader van haar zijn. Dus het loopt wel een heel klein beetje mis. En Sky vindt dat eigenlijk ook niet zo leuk. Ik vind het ook niet zo tof dat ze dat niet met mij deelt, want ze heeft eigenlijk een geniep gedaan. Ja. Dus ik heb zoiets van, wij gaan trouwen en je vertelt niet alles. Het zit al fout van bij het begin. Ja. Maar ik vind dat een topverhaal. Ja. Ik vind dat keigoed bedacht. Ja, het is een heel leuk verhaal, want het was natuurlijk gewoon een middeltje om al die ABBA-nummers in één voorstelling te krijgen. Gelukt, dat is waar, Want het is al gewoon altijd die show. Die nummers, een goede musical, moet gaan. We spelen een scènetje en er vloeit daar een nummer in voort... waarin dat we verder het verhaal... Alles vloeit in elkaar. En ik vind dat bij Mamma Mia echt het geval is. Het is niet, we spelen een scène en dan zingen we even een nummertje... die er een beetje tussen gepropt is. Ik vind dat dat klopt. Ja.
En dat vind ik zo goed aan die show, dat dat blijft doorgaan. Ja, ja, je denkt niet van, oh, die beginnen ineens te zingen. Dat loopt heel organisch door. En ook die bekende nummers, Dancing Queen en Thank You For The Music. Dat is wel heel leuk. Heeft de regisseur nu ook in het Engels gelaten. Waardoor het de ook heel herkenbaar is. Ja, en sommige nummers zijn dan wel in het Nederlands. Maar zo die herkenbare riddeltjes zijn dan wel in het Engels gebleven. En geeft dat ook een bijzonder gevoel? Want je hebt de voorstelling al gespeeld. Als het publiek ook enthousiast is, mee applaudisseert, maar vooral ook meezingt, denk ik. Ja, en zeker op het einde is er een grote megamix, waar het publiek mag rechtstaan, meezingen maar iedereen, en dansen. Iedereen gaat los. Ja. Ik denk dat als je in de zaal is dat al een geweldige energie die je voelt, die naar dat podium gaat. Maar ik denk, als je als acteur op het podium staat, dat dan is er een hele orkaan die op je afkomt. Echt, oh, zalig zijn. Ja. Ja, en toen waren er nog ook heel veel mondmaskers en zo, maar ik neem aan dat dat deze zomer niet meer gaat zijn. Dus dat is niet de bedoeling, denk ik. Het publiek gaat heel vrij zijn, gaat kunnen meebrullen, kunnen meelachen, meezingen. En op het einde van de show kunnen ze recht staan en dansen. En is het nog een klein feestje achteraf. Dus dan moeten ze meepikken. Was je een beetje een ABBA-verslaafde, een ABBA-fan? Ja, ik ben wel echt een ABBA-fan. Ik vind dat heel tijdloze muziek. Dat is muziek die, als je die nu opzet, dat nog steeds goed is. Dat nog steeds werkt. En dat zit heel goed in elkaar. Heel veel zo stemmetjes en riedeltjes. Ja, wie... Het is retro, maar het geeft toch niet het retro gevoel, hè? Nee, voilà. En wie is er nu ook geen ABBA-fan? Ik ken weinig mensen die dat niet goed vinden. Was jij een ABBA-fan? Ja, ik heb het al een beetje kunnen afleiden, natuurlijk. Als er een feestje is, als er geen ABBA gedraaid wordt, is het geen feestje geweest. Ja. Dat vind ik echt. Ik vind dat moet. Als de avond voordraan voelt, oh, we hebben nog geen ABBA gehad, toch eens naar een DJ gaan. Van, een klein verzoekje. Ik vind dat hoort erbij. Ja. En, dan ga ik jullie een heel moeilijke vraag stellen. Wat is het favoriete nummer van jullie dat we mogen draaien nu als pauzemuziekje, zeg maar? Jij mag kiezen. Favoriet, er zijn natuurlijk veel favorieten. Hè, maar welke stel je voor? En dan mag misschien moeten misschien we voor een nummertje gaan. Het is we hebben natuurlijk, omdat we trouwen, een vrijgezellenavond. En daar is het nummer Gimme Gimme. Oh, dat is wel een leuke. Dat is meer rond hebben haar van die avond. Hebben we een compromis? Ja, dat mag. Gimme Gimme. Het favoriete verzoeknummer uit de Mamma Mia cast. Gimme Gimme Gimme. Tot zo. En welkom terug bij Affiche. Ja, kan je moeilijk bij stilzitten bij zoiets? Nee. We hebben hier even uit de feestje gehouden in de studio. Het was te merken. We hebben al zin in de zomer. En je zit nu te dansen van energie. Het is een fantastische show waarin je mag gaan staan. Maar was je toch wel ergens zenuwachtig? Of ben je ergens zenuwachtig, Dorian? Ja, ergens wel. Want de cast heeft natuurlijk een repetitieperiode al gehad. En al een hele run van shows gehad. Dus die show zit in onder lijf. Die weet hoe dat gaat. En ook die vriendengroep is gemaakt. Of die collega-groep. Ja, daar ging ik spieten over beginnen. Maar... Dan gaan we dat even. Eerst vooral op de focus die show van de voorstelling. Ja, ik heb een veel kortere repetitieperiode. Dus ik ga ook een beetje op mezelf al alles heel goed moeten instuderen. En dan ga ik in die groep gesmeed worden. En dan hopen dat ik mij wegvind op het podium. Maar inderdaad, daarnaast in de coulissen, zeg maar. Ja. In de groep ga ik ook moeten voelen hoe de chemie zit. En hoe ik daar dan tussen pas. Ja. Ik maak me daar geen zorgen over. Nee, maar het is een superleuke groep. En ben je al in het clubhuis toegelaten? Als er zoiets als een WhatsApp-groep of zoiets is? Ik heb net gehoord dat ik straks in de WhatsApp-groep word toegelaten. Dus daar kijk ik al naar uit. We hebben het net geregeld. Die online toelating van de vriendschap is er al. Die auditie is ook gepasseerd, zeg maar. Voilà. Ja. En moet jij dat dan studeren op basis van een video-opname? Ja, ik heb een video-opname van de show natuurlijk. Dat ik zie, die komt nu van links, van rechts, van voor, van achter. En een beetje voor de choreo's misschien al een beetje. En ook natuurlijk een script en de muziek. Dus, maar ik vind dat wel tof. Je hebt ook een goede coach. Ja, ik ga weer naar Helle bellen. Ja, we hebben al gezegd. We hebben die scènes doen samen. We stiekem voor de auditie ook al eens even met z'n tweetjes afgesproken. Om samen in onze woonkamer al te repeteren. Ja, want het is wel een drukke show, denk ik. Als je hem bekijkt als publiek, dan zie je heel veel dingen gebeuren. Maar in de coulissen moet het toch wel enorm stomen. Ik denk dat jij bijna niet afgaat, toch? Ja, en wat de mensen ook moeten weten is dat eigenlijk ook alle backings en alles wordt live ook gezongen in de coulissen. Dus eigenlijk een soort musicbox van waaruit gezongen wordt. Dus er zit niemand van de cast in zijn kleedkamer te wachten. Nee. Heel de show zijt je bezig, oftewel op het podium, oftewel zijt je backstage aan het zingen, want die muziek van ABBA heeft heel veel verschillende partijen en riedeltjes. En dat wordt allemaal live gedaan. En dat weten de mensen soms niet, maar dat is wel knap. Ja. En dat lijkt me ook fysiek best intens, hè? Die choreografieën die hieronder zitten. Ja, het zijn goede choreografieën. Er zijn veel lifts. Je gaat mij goed moeten tillen. Ik ga een beetje mogen gewichtjes dat wordt fitnessen doorgaan. Hij moet ook in zijn bloot bovenlijf. Nog een beetje meer sporten dan. En zit dat al shape?
Ik moet wel toegeven, ik ben een beetje extra aan het sporten. Met dat in gedachte. Een beetje die ijdelheid die er... Ja, het zou wel goed en uitzien. En dat moment gaat het publiek ook altijd even... Dat is dopen, dat is niet doen. Oei. Dus als je Dorian in zijn blot bovenlijf wil zien, moet je zeker komen kijken. Dan moet je nu tickets gaan boeken. Ja. Sta je daarbij stil bij die X-factor op het podium? Hoe bedoelde ik? Ja, dat je weet toch, jij bent ook gekozen om uit te stralen richting het publiek. Het is mijn job als acteur. Ja. Als je op het podium staat, moet er zijn en moet je je rol vervullen en verkopen. En zorgen dat het publiek vooral mee is met het verhaal die iedereen samen aan het vertellen is. Ja. Het is ook gewoon... je moet ook gewoon conditie hebben voor die show. Het is vaak achter elkaar. Het is echt een job. We moeten gewoon zorgen dat we in shape zijn. Mm-hmm. Dat we, zeker na corona, dat we genoeg gesport hebben. Mm-hmm. Zodat we helemaal klaar zijn om die show te doen. Mm-hmm. Ook de combinatie van zang en dans. Het is ook een vrij lange show, meende ik mij te herinneren. Ja, ik denk zoals elke musical ongeveer. Ja. Ik dacht dat iets meer dan 2,5 uur was of zoiets? Of? Oh ja. Maar met de pauze erin. Hè, 2,5 uur of zo, neem zo. Maar dan nog blijft het een hele opgave. Maar je verveelt je niet, hè? Maar je krijgt waar voor je geld. Ja. Ik voel bij jullie de energie. Je moet nog eventjes wachten. Wanneer beginnen jullie terug te repeteren? Ja, dat is pas begin augustus. Ja. Het is echt... Het is 10 dagen repeteren en dan spelen we een show. Dus, maar dat gaat lukken. Ja, ik heb daar heel veel zin in. Ja. Ik hou daar ook van. Een beetje deadline, een beetje... En hij komt in een geoliede machine, want wij hebben het al gespeeld. Dus er is ruimte voor de nieuwkomers om hem in te werken. En iedereen gaat hem meetrekken en gaat zorgen dat je op je plek komt. Dus dat gaat wel goed komen. Ja. Maar is het ook niet zo dat die songs, die zijn dan vertaald naar het Nederlands. Ja. En vaak zitten die hits van ABBA in de Engelstalige versie in jullie oor... Is dat niet eventjes zoeken om die... Omdat als dat goed geschreven is, wat hier ook het geval is... dan is dat iets dat heel makkelijk backt. En dan op een gegeven moment vergeet je zelf die Engelse versies. Ja. Dus die dan ook denkt, juist zo was het in het Engels. Mm-hmm. En dus sommige liedjes zijn echt in het Engels gebleven. Dus dat gaan de mensen ook wel meteen herkennen dan. Mm-hmm. Zo. Ja. Mm-hmm. En wat is jullie favoriete scène in de hele musical? Ja. Is dat diegene met jullie beiden samen, omdat jullie ook vrienden erbuiten zijn? Ja, hebben gedaan. Ja, de Lay All Your Love. Dat is heel speels. Ja. Dat is heel... Oh, want er is ook water op het podium. Ja. En dan mogen we in het water... Mag je dan mogen we elkaar, nat maken. Ja. Wel opletten dat je niet tegen de microfoon... Dat wou ik net afvragen. Er zit toch een hele techniciteit achter. Moet je dan ook opletten waar het spat in de mate van mogelijk? Ja, want dat is al... oppassen van een orkestbak. Ja, het is al gebeurd dat per ongeluk op de microfoon kwam en dan... Dan klink je plots heel onderzees. Ja, dan is het gedaan. De orkestbak, die doen dan parapluutjes open als de mannen beginnen dansen. Technisch is dat wel, zijn daar echt regels over, maar het geeft wel gewoon zand op het podium. Ook? Mocht toch met er is ook zand, er is ook live zand op het podium. Het is een zomer, dat is heel mooi omschreven. Gewoon de zomerse sfeer live zand. Live zand, een Vlaamse topcast en live zand. Op de stranden van België is er dit jaar live zand. Een live strand op het podium. Kijk, maar in elk geval heel veel dingen om naar uit te kijken. En hopelijk vindt het publiek weer in grote getalen. En degenen die al geweest zijn, moeten maar eens opnieuw komen kijken. Er is zoveel gewisseld ondertussen. Wie zit er nog in de cast trouwens? Zoals je ziet, Evie Hansen, die dat ook supergoed doet. Anne van den Broek, Ilse Lamonica, die dat ook supergoed doet. Stanny Krets zelf, Johan Terijn, Govert. Het is een uitgebreide cast en een vrij groot ensemble. Bekende gezichten, minder bekende gezichten. Het is een hele leuke combinatie van leuke en getalenteerde mensen. Mm-hmm. Ja. Voor jou is het opnieuw thuiskomen, zeg maar. Ja. En voor jou is het een grote uitdaging. Het zal ook thuiskomen zijn. Ik ga me daar warm ontvangen voelen. En je zit al in de WhatsApp-groep. Dus je bent vertrokken. Ja, en Dorian, is dat nu voor jou ook een stukje een manier om los te komen als de echtgenoot van James Cook? Oh, maar ik heb helemaal niet het gevoel dat ik daaraan vasthang, hoor. Nee, maar ik bedoel, mensen persifieren zich op jou in die manier. Nee, ik zit daar niet zo mee. Nee. Ik ben nog altijd Dorian en ik ben inderdaad de echtgenoot van James Cook. Maar ik doe al sinds we samen, al vooral ook mijn eigen dingen los van James. Dus ik vind het een nieuw zeepadje. De Sky van Vlaanderen. Live Sky. Komt James aan kijken? Ja, James komt zeker kijken. Yes. Ja. En is hij ook streng voor jou? Studeert hij samen met jou? Ja, ik ben een beetje... Dat vindt James niet leuk. Ik durf thuis nooit zingen en voorbereiden. Hygiëne daar? Ja, ik vind dat... Doe dat maar als jij weg bent van thuis, dan bereid ik mij voor. Of in mijn auto. Maar ik doe dat nooit... ik weet niet waarom dat is. Een beetje gêne. Je wilt gewoon dat hij het ziet op het podium. Want ik heb ook al een paar keer natuurlijk voor James zelf auditie moeten doen. Als een productie is die hij produceert. En dan heeft hij mij ook nooit thuis horen voorbereiden. En dan kom ik toch op die auditie. En dan moet ik toch voor hem zingen. Privé en job een beetje gescheiden. Ja, ik snap dat wel. Maar toch, ik moet daar vanaf. Ik moet gewoon thuis ook...
kunnen oefenen en repeteren als zij er zit en dat niet... Ja. Ja, en je moet maar een beetje wennen, want het worden duizenden toeschouwers die op je afkomen. Ja. Leuk, hè? Voilà. Stadsschouwburg is heel tof. Jullie zijn er klaar voor. Zeker. Het is een fantastische productie en ik ben er zeker van dat de revival, zal ik het maar weer al noemen, na zo'n lange tijd, toch ook het wordt. In elk geval wens ik jullie heel veel succes. Dank je wel. Wij komen kijken en durf ons niet nat te spatten. Als we weten waar dat we zitten. Ja, als jij komt dan. Dat beloof. Maar dat is een reden te meer om uit te kijken. Heel veel succes trouwens voor jullie en... Dank u wel dat we mochten langskomen. Graag gedaan. Ja. Vanaf 12 augustus kan je jou dus weer lekker gaan onderdompelen in de heerlijke ABBA-muziek van de Vlaamse musicalsensatie Mamma Mia. Te zien in Stadsgeburg Antwerpen en Trixo Theater Hasselt. En alle info en speeldata kan je terugvinden op diebridge.be. En zo dadelijk schuift acteur Frans Maas rond deze tafel en hij praat dan 100 uit over zijn ondertussen vertrouwde rol als voorzitter van het Hof van Assise. Maar meer nog, hij heeft een opmerkelijke misdaad voor u in de aanbieding. Tot zo. Zich verkneukelen in de misdaad. Het kan in het theater, want daar beleef je als publiek de komende weken de upgrade tot jury van het Hof van Assise. Een unieke kans voor speurneuzen, waarover ze het hier uitgebreid gaan hebben. Welkom regisseur Jacques Lema en een van Vlaanderens mooiste stemmen na La Estrella, Frans Maas. Dank u wel. Wat een compliment, hè, Frans? Dank je wel. Ik hoef niet te zingen, hè? Nee, gewoon jouw stemgeluid is al heel veel. Oké, prima. Dank u. Ja, jij gaat aan de slag in Assise 4 en dan denk ik, vier, er zijn er al drie geweest. Dat klopt. Zit er een lijn in? Daar zit zeker een lijn in. Het concept wat zo goed werkt, dat blijft natuurlijk hetzelfde. Hè. We volgen als publiek een assisezaak. Mm-hmm. En uiteindelijk zal het aan het publiek, van het publiek afhangen of de beschuldigde dan effectief ook schuldig wordt verklaard. Ah, ja. Of onschuldig. Dus, dat hebben ze echt in de hand? Dat hebben zij in de hand. Door te stemmen kunnen zij dus beslissen. En dat is natuurlijk de hele opzet van onze assisen. Zoals een echte volksjury. Zoals een echte volksjury. Ja. Hè? Dus het publiek is de jury. Dat is toch voor acteurs ook wel een beetje zoeken, Frans? Want normaal weet je als acteur van A tot Z wat er gaat gebeuren. Inderdaad, en het gaat nog een stapje verder, want midden in de voorstelling is er een pauze. En dan, begeleid door de politie, zal het hoofd van de jury zal vragen noteren die het publiek kan stellen. Ah, ja. En bij het begin van het tweede deel begin ik de voorstelling met het behandelen van de vragen die interessant zijn. Want soms zijn er grapjes bij, maar dat selecteren. Die worden eruit gefilterd. Ja, het moet een beetje serieus hebben. Ja. Men vraagt toch wat van jou als acteur. Hè? Was het vroeger niet makkelijker, gewoon je tekst leren en voorstelling spelen? Ja, god, dat is natuurlijk een andere tijd. Hè? Maar het is ook wel boeiend, moet ik zeggen. Omdat we natuurlijk de gelegenheid hebben om met een aantal acteurs die vragen komen binnen, zeg maar 6 minuten voordat we terug beginnen aan het nieuwe deel. Dus dat we eventjes kunnen weten wat wordt er gevraagd, hoe pik je daarop in. Dus dat is heel aantrekkelijk en ik kijk er naar uit. Ja, de kijker kan al een beetje raden welke rol jij speelt, hè, afhankelijk van de uitleg die je geeft. Maar leg toch even toe, wie ben jij in de Assise? Ik ben in Assise de voorzitter. En de big boss. Maar dat hoort bij deze leeftijd blijkbaar. De oudste voorzitter van het land is nog iets ouder dan ik. Dus dat kan nog, hè? Ik kan nog een paar jaar mee. Maar, de carrière zit nog in de kinderschoenen, zeg maar. Voilà, en het toeval wil, ik heb dat pas van de week eigenlijk aan gedacht, dat een van de eerste dingen die ik ooit gedaan heb in theater, dat was in het toenmalige MMT, Volpone. Het Mechels Miniatuurtheater. Voilà. En daar speelde ik de rechter. Ah, ja. Ook de voorzitter van de rechtbank. Maar goed, het is prettig om te doen. En het geeft zo'n beetje een gevoel van kijken, sturen, sussen, tot de orde roepen. Iets wat op die leeftijd hoort. Mogelijk. En eerbiedwaardige buiging. En mede door het feit dat ik de oudste van 7 kinderen ben, is dat iets wat terugkomt. Wie is hier de verstandigste? Wie is de grootste? Wie is de oudste? Ja, dat blijk ik dan te zijn. En is het nu een voordeel dat je acteur bent? Want als acteur moet je inleven in een personage, maar nu moet je inleven, denk ik, in de pleidooien van al die mensen die verdedigen. Nou, de pleidooi is natuurlijk de zaak en van de advocaat en van de procureur. Maar de getuigen en dergelijke? Maar ik moet natuurlijk bij de les blijven, dat is een feit. En ik moet inderdaad ook eigenlijk voorzien welke invallen er komen die eigenlijk niet horen. Het is natuurlijk allemaal geanceneerd, weliswaar, maar het is zo prettig om daarin te mogen sturen. Ja.
worden, ja. En jullie kiezen altijd, Sjaak, voor een combinatie van ervaren acteurs met een enorme staat van dienst, maar ook ja, de springers die nog aan het begin van hun carrière staan. Klopt. Dat is vaak een heel mooie combinatie. Hè. Dat zorgt voor een heel toffe energie op scène. Als je inderdaad mensen zoals Frans hebt, die dan bijvoorbeeld met Kim van Onsen, hè, die voor de eerste keer op de planken zal staan. Ja. Ja, als die dan een beetje kan begeleid worden door iemand met zoveel ervaring, dat is voor mij als regisseur ook een steun en toeverlaat natuurlijk. Ja, dat geeft een chemie die je anders niet zo absoluut, hebt dat is zo, dat met geroutineerde is, mensen. Hè? Klopt. Het is een hele boeiende cast. Als je het goed vindt, gaan we er even door, want we hebben ze allemaal klaarstaan. Kijk eens wie we hier hebben. Ja, dat is ons Kim, hè? Kim van Onsen. Kim van Onsen. En we moeten misschien nog niet te veel vertellen welke rol ze spelen. Nee, dat gaan ze in de voorstelling zien. Maar ik kan wel zeggen dat Kim een van de getuigen is. Ah, ja. Ja, voilà. En een hele, ja, toch wel dreigende blik. Yes, Tom Oudenaert, die in deze de beschuldigde is. Mm-hmm. Met een mooie koksjas aan. Klopt. Maar daar hebben we het straks nog wel over dan. Hè? Ja. Kijk eens, Bieke Ilegems. Bieke Ilegems, mijn jeugdidool. Bieke Ilegems, die ik nu mag regisseren als advocate. En was dat jouw jeugdidool? Ja, het is... jeugdidool is nu ga ik het doorvragen natuurlijk. Hangt zij met een poster bij jou op de kamer? Dat zal niet veel gescheeld hebben. Het was wel zo mijn eerste liefde als kind. Ik had daar wel een... Ja, echte BV-crush. BV-crush, ja, dat opent mogelijkheden. Ja, maar zij speelde in familie. En zij speelde daar, denk ik, Babette of zoiets. Ja, thuis keken ze naar familie en dan keek ik mee. Wat een mooie ontboezeming, Jacques. Voilà, bij deze heb je dat er gratis bij gekregen. Ja, ik moet ook zeggen, die blikken, ze zijn toch wel typerend, hè? Ja, dat moet ook, hè. Je moet een beetje de dreiging, de spanning voelen. Dus daar waar dit is? Dit is Manu Kerstin. Natuurlijk, ja. Als er één is in Vlaanderen die een heel boze blik kan opzetten, dan is het hij wel. En heel ernstig voor een keer, vind ik. Ja, absoluut, absoluut, klopt. Maar dat mag ook. Ja. Ja. Zeg even. Veerle Malsgaard. De comedienne. De comedienne die nu wordt uitgedaagd om niet zo'n komische rol te spelen. Mm-hmm. Ja, klopt, die meer vanuit steun en toeverlaat zal spelen. Ja. Maar die is heel warm, denk ik. Heel ook. Warm. En volgens als ik haar een beetje kennen. Ja, zeker. Ook een hele typische tronie voor Assisen. Ja, ook een topper, hè. Peter Thijssen. Als er nu één man is die weet hoe hij comedy op podium moet brengen, zal hij het wel zijn. Mm-hmm. Alhoewel hij deze keer de rol van slachtoffer zal spelen. Ah, oké. Okay. Dus eventjes toch in een andere positie rol, wat ik altijd heel boeiend vind. Ja. En jullie hebben ook een juridische dienst, zie ik? We hebben een juridische dienst, dat moet af en toe tegenwoordig. Dus wij hebben ons ingedekt. Ja. Met Walter Dame, de meest verrassende naam uit onze castlijst. En dat zie ik, want dat is een echte advocaat. Zeg maar. Heeft hij dan ooit al amateurtheater gespeeld? Of? Ja, maar hij speelt ook niet de advocaat. Ah, nee? Hij wordt de openbare aanklager. Oh ja. Hij wordt de procureur. Hij maakt promotie. Ja. Dat was voor Walter zeer belangrijk. Dat was voor hem toch wel heel anders eigenlijk. Dat was even ook verschieten. Hè? Want als je heel je carrière als advocaat doorbrengt... en gevraagd wordt voor Assisen, maar dan gevraagd wordt voor het openbaar... dan is dat wel even verschieten. Ja, maar ik ken natuurlijk het wereldje uitstekend. Bij een van de vorige Assisen was hij trouwens een beetje de promotor... in de publiciteit, weet ik nog. En ik denk dat het voor hem een hele prettige uitdaging is. Alleen is het zo dat hij natuurlijk zijn... in de beroepssituatie zijn eigen teksten maakt. Ja. Maar nu moet hij zich wel houden aan wat inderdaad voor ligt. Ze zijn zo bespraakt dat ze er wellicht zichzelf uitpraten. Maar hier moet je wel de lijn volgen. Uiteindelijk moet hij wel terug op de tramsporen raken. Ja. En is er dan aan elke advocaat een goede acteur verloren gaan, Jacques? Goh, het zijn twee verschillende stijlen natuurlijk. Hè. Nu, ik denk... Maar de ene wel beter betaald dan de andere, denk ik. Ja. Sommigen toch, ja, absoluut. Maar wat Walter ook zegt, hè. Hij is daar dagelijks mee bezig. Maar het is toch nog een ander gevoel als je doel verandert. Hè. Het is niet de bedoeling om... We anseneren dat wel. Hè. Dat doel is om iemand te beschuldigen. Maar het gaat hem vooral om je publiek te boeien. Mm-hmm. Dat is een andere stijl, dat is een ander beroep. Ja. Dus het wordt wel... Het is voor mij ook een uitdaging om Walter op het niveau te krijgen van ervaren acteur. Het doel is hetzelfde, alleen de weg ernaartoe ligt een beetje anders. Hè. Exact. We gaan het er zo dadelijk nog meer over hebben. Maar bij Ment gaan we er af en toe tussendoor met muziek. Dus ook deze keer geniet ervan, zou ik zeggen. En tot zo. En welkom terug bij Affiche. Nog altijd te gast bij Assisen met Frans en Jacques. Of... Ja, Mark. Ja? Ik moet je even terechtwijzen. Ik had het net al willen doen, maar ik denk, god, laat maar, misschien komt het goed. Ja, zeg even. Het komt niet goed, dus daarom.
We hebben het hier over Jaak. Jaak, ja, nu begrijp ik het waarom ik die blik daarnet even zag afdwalen. We gaan het nooit meer vergeten, Jaak. Top. Ja, voilà, oké. Okay. Maar in elk geval, er is er maar één Jaak, dus dat gaat makkelijk zijn. Maar van deze productie zijn we aan de vierde run toe. Klopt. Dan vraag ik me af... Sorry, mag ik even tussenkomen? Het is niet de vierde, want we hebben ook 3 digitale gedaan. Het is eigenlijk de 7e. Ah, oké. Okay. Ja. Maar goed, die digitale was in dat ellendige tijdperk. Dat willen we vergeten, maar het is dus de vierde theaterversie. De vierde theaterproductie. Maar er zit een vast format dan in, denk ik. Is dat iets wat jullie zelf ontwikkeld hebben? Of is dat elders Leentje Buurspelen? Het is een concept die ontstaan is bij Frank Vallaken en Peter Reumer. Zij hebben de eerste 3 de teksten geschreven. Frank heeft daar ook van de eerste 3 de regie in handen genomen. Maar nu vond hij het wel eens tijd om de fakkel voor deze door te geven. En mag ik de honneurs waarnemen? Dus, maar het is door hun ontwikkeld, samen natuurlijk met onze producent James Cook en Bob Jennis, hebben zij samen dit concept vormgegeven. Het speelt ondertussen ook al in Nederland. Dat is het concept van de voorstelling die door hen is. En dat is een degelijk concept. Daar kan je eigenlijk met een andere verhaallijn altijd alle kanten mee uit. Dat klopt. Dat is ook een beetje de inhoud van Uitgezonderd ook natuurlijk. We hebben Aspe een tijd gedaan. Die heeft ook een aantal versies gekregen. Nu hebben we weer zo'n winner met Assisen, waar dat we er inderdaad nu de 4e van mogen spelen. Maar natuurlijk moet er dan wel voor zorgen, als het de 4e is, dat het blijft verfrissend aanvoelen. Ja. Hè? Vandaar ook een keer Walter en Bieke in plaats van Kurt Rogiers en Francesca van Tielen. Een keer nieuwe namen, een keer zo een frisse winter doen. Dat kan geen kwaad voor de voorstelling. Nee, nieuwe poppetjes in de poppenkast. Als je dan kan rekenen op een paar vaste waarden, zoals dat wij kunnen doen nu met Frans natuurlijk. En dat het ook vertrouwd overkomt binnen die hele conceptreeks. Absoluut, absoluut. Ja. Dat is belangrijk. Deze heeft ook de subtitel De Sterrenmoord gekregen. Gaat het dan over acteurs? Gaat het over sterren? Of... Nee, nee. Eigenlijk zou je de Guide Michelin erop moeten naslaan. Zit in de culinaire wereld. Dan kom je in de buurt. Ja. En dat is heel prettig. En er zitten natuurlijk een aantal verwijzingen naar dat wereld. Dus dat is een hele mooie invalshoek, vind ik. En daar gebeurt iets mee in een restaurant. Je hoeft het nog niet tot in het detail. Nee, ik mag ook uit het dossier niet te veel vertellen. Je hebt je discretie, professionele discretie. Dat hou ik me aan. Maar kan je het een beetje schetsen? Schetsen. De sterrenmoord. Je kan ervan uitgaan dat het een restaurant is met een ster. Dat zou ik meteen kunnen uit afleiden. En dat er een moord gebeurt. Of een moord het gevolg is van een bezoek aan dat restaurant. Dus in die sfeer moet je denken. En waar situeer ik de voorstelling dan? Is het misdaad? Is het thriller? Is het detective? Ik denk voor moord is meestal misdaad. Hè? Dat zit al juist. Hè? Maar dus, wordt het ook spannend? Wordt het dan ook een thriller? Het wordt spannend, want je komt natuurlijk niet zo direct te weten wat er eigenlijk aan de hand is. Er wordt heel veel zout en, peper gestrooid in de ogen van het publiek. En dat is natuurlijk wel prettig. Hè? Ik denk dat het publiek het ook wel ervaart als een soort detectieve verhaal. Mm-hmm. Want het is dus het publiek die op het einde moet beslissen of toch een keuze moet maken. Ja. Dus daarin moeten zij heel de voorstelling lang wel opmerkzaam en opletten. Het is eigenlijk een beetje van alle 3, zeg maar. Hè? De misdaad, de thriller, de spanning die erin zit en het interactieve, want dat is toch wel heel uitzonderlijk. En we hoorden daarnet van jou, Frans, dat je zei, ze mogen vragen stellen. Mensen stemmen dan met handopsteking of gaat dat via een iPhone? Hoe gaat dat? Inderdaad, op die manier gedaan, want je weet, een jury bestaat eigenlijk uit 12 personen. Hier gaan we... Gelukkig een theaterzaal uit. We doen niet kinderachtig. Nee. Alle 800 mogen het zijn. En dan wordt het dus inderdaad wikken en wegen van... waar is de hand, hoeveel handen zijn er? Dat is spannend hoor. En ik weet, in het verleden was het soms kantje boord. Ja. Dat je echt goed moest kijken van... En het is dus niet zo dat elk publiek hetzelfde denkt. Omdat de acteur ook altijd wel anders speelt. Hè? Dus soms zijn ze in vorm, soms zijn ze misschien ietsje minder in vorm. En dan is het publiek, gaat wel mee met degene die het dan mooiste pleidooi of de mooiste requisitoor kan geven. Dus dat is altijd spannend. Maar, ook voor de acteurs is dat Maar wel een spannend. Unieke beleving, denk ik, zowel voor het publiek als voor een cast, als ik dit hoor. Omdat op het einde... Is het schuldig of onschuldig? Ja. Dat betekent dat er 2 verschillende eindes zijn. Ja. Want als iemand schuldig is, dan is het duidelijk, oké. Wat er gebeurt. Ja. Dan moet alleen de strafmaat nog bepaald worden. Maar als iemand onschuldig is, go ahead. Ja.
Ga maar. Dat niet alleen, we zien ook wat er dan werkelijk is gebeurd. Ja, ook dus het publiek krijgt wel de hele waaier mee. Dus die kunnen wel naar huis gaan met het gevoel... oei, ik heb nu iemand schuldig verklaard die naar de gevangenis gaat... maar die het eigenlijk misschien niet gedaan heeft. En dat is natuurlijk ook wel... Het is toch ook een beetje theater dat het geweten schopt dan? Wel, het is altijd een keuze die gemaakt wordt. En 100% kun je het eigenlijk nooit weten, tenzij de bewijs natuurlijk. Ja. En zijn er nu bepaalde tips die je kan meegeven aan de toeschouwer... om zich doorheen dat proces te wurmen? Allereerst dat men kaartjes moet bestellen. Sowieso, Dat men inderdaad moet deel worden van die assisezaal. En hoe moeten zij dan kijken? En bij de les blijven natuurlijk. Ja. Hè. Ja. Er is een hele mooie website van Uitgezonderd. Mm-hmm. Hè, dat is het productiehuis. Assise 4. En dan kom je al toch wel iets te weten over de situatie. Meer dan wat wij eigenlijk verteld hebben. Maar het is spannend om dat even na te kijken. En dan is het belangrijk om bij de les te blijven. Ja. En ook in de pauze te overleggen, gedachten te wisselen met de mensen waarmee je naar theater kijkt. Een notaboekje meenemen om... Dat doen mensen. Dat gebeurt. De echte freaks dan. De echte liefhebbers. En het is... Dus dat gebeurt wel, dat mensen zitten te schrijven. Het zit hem natuurlijk als je... De waarheid valt te achterhalen. Alleen is het natuurlijk zo geschreven... dat we het heel moeilijk maken. Hè? Anders is het ook niet... Anders zijn mensen al voor de pauze buiten bijna. Dus het zit hem, het zit hem in de kleine details. Ja. Dat klinkt als muziek. Jaak, ga ik zeggen. Ik ga het nooit meer vergeten. Hè? En nu krijg ik al een applausje van Frans. Hè? Maar ik wens jullie heel veel plezier met een fantastische productie. Een fantastische cast, een fantastische equipe. Alleen maar superlatieven. En wij komen kijken en wij komen speuren. Top, dank u wel om ons te verwelkomen. Dat gaan we met veel plezier in de toekomst nog blijven doen. Top. Van 17 juni tot en met 3 juli wordt het Elke Lick Theater aan de Frankrijklijn Antwerpen dus omgebouwd tot het Hof van Assisen. Voor meer info speur naar uitgezonderd.be. En ik heb ook nog een vraagje, meneer de voorzitter. Ja, houden jullie van een pintje? Ja, ik zet mijn water weg. Ja, je zet je water weg, maar een pintje slaan jullie niet af. Nee, zeker niet. Dan zou ik voorstellen om nog even te blijven rondhangen... want Thomas van Goedem en Janine Bisschops komen zo dadelijk hier langs... om te vertellen over hun nieuwste horeca-avontuur. Wat dat inhoudt, dat komt u zo dadelijk te weten. Tot zo. Viva Minerva, de Sinkse voor, Strand van Sint-Anneke, de Antwerpse folklore en iconen herleven geregeld op de planken van het theater. En een van die hits keert aan het einde van deze zomer terug naar Theater Elke Lick. Begeleid door de heerlijke klanken van een heus de kaporgel kan je terecht voor de unieke ambiance en de leefwereld van het al even iconische café Beveren. Stamgasten van dienst, Jeroen Maas, auteur Janine Bisschops en Thomas Like Me van Goedem. Wat een introductie alweer. Ja, kijk, het is allemaal gezellig, we zitten precies aan de toog. Maar zijn jullie ook cafébezoekers? Ik heb eigenlijk wel een... Wordt direct naar jou geweest, Janine. Ja? Maar Janine nog niet lang, hè. Ik heb dat leren kennen door Bart Moyaert, schrijver Bart Moyaert. Je hebt cafés leren kennen door Bart Moyaert. Ja. Was een fijne carrière. Dat was een stamcafeetje. Ja. En de Gillies op Sint-Jansplein. En dat is een heel tof cafeetje. En daar ben je eigenlijk verslaafd geraakt aan het café gaan. Ik kom daar niet zoveel, maar als we naartoe gaan, dan is het daar. Ja. En heb jij ook zo'n favoriet café, Thomas? Ik moet eerlijk zeggen, dat klinkt super saai, maar mijn favoriet café is gewoon een gin tonic bij mij thuis op het schap. Ja. Ik ga niet zoveel op café. Maar er is iedereen dan welkom bij jou. De vrienden die... Ik ben daar nooit geweest. Het probleem is, ik ga die stelling moeten veranderen... vanaf dat we Café Beveren gaan beginnen spelen. Want Janine en ik hebben nogal de gewoonte om de foyer af te sluiten. Ah, ja. Dus wij zijn cafégangers in het theater. Dus jullie zijn wel horeca-minded. Snap je? We moeten iedereen een beetje steunen. Ja. Linda Drieder met 3 sloten bij het café altijd af. Dus de cijfers van de corona gaan nu een beetje gecompenseerd worden door jullie verbruik. En Daisy Thijs is er nu bij en dat is ook, die zal ook mee afsluiten. Dat gaat goed komen, En weet je wat ik mij nu afvraag, Jeroen? Ze zijn zo vlotte babbelaars, hoe krijg je jouw tekst daarin? Mijn tekst? Ja. Zij moeten gewoon mijn tekst zeggen. Ja. Dit stuk. Je bent gewoon de poppenspeler van hen. Eigenlijk wel, hè. Ik voorzie hen, als het om een voorstelling gaat, voorzie ik hen van tekst. En dat schitterend. Dus maar in elk geval, jij hebt een nieuw stuk geschreven over cafés. Café Beveren, het iconische Café Beveren. Ja. Hoe ben je op dat idee gekomen? Was jij daar stamgast misschien? Nee, maar ik vond dat wel altijd een heel interessant gegeven. En ik ben er een paar keer geweest en dat is zo uniek. Mede met dat decaporgel die nog altijd marcheert. Dat is een van de enige cafés, denk ik, in
Antwerpen, maar zelfs in Vlaanderen, denk ik. En dat is zo'n unieke sfeer. En daar staan die mensen op de banken. En dan is daar de Polonaise. En daar komen ook heel veel Nederlanders. En dat is gewoon een bezienswaardigheid in Antwerpen. Café Beven, dat moet je gezien hebben. Alle ingrediënten zitten erin. De toeristengidsen. En ja, je hebt er zoveel mooie, kleurrijke figuren dat je kunt gebruiken van een komedie. En ja, daarom, ik vond dat heel dankbaar om daarover een stuk te schrijven. Het is bijna een biotoop op zich. Maar ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dus je hebt de volksjongen die de Thomas dan speelt. Die heb ik echt de inspiratie gehaald om daar een paar keer te gaan. Dat was net typecasting, hè? Typecasting. Maar ja, zo hoewel ik dat wel spannend vond, hoor, de eerste keer dat ik die rol. Hoe bedoel je, spannend? Ik ben natuurlijk van een andere generatie. Dus ik heb Café Beveren aan zich niet zo heel erg meegekregen als een iconisch monument in Antwerpen. We zijn er wel geweest toenertijd. Ja. Maar ik weet nog, omdat dat zo volks was, had ik daar heel veel schrik. Jeroen heeft me daar heel erg in geholpen. Omdat Franske, de rol die ik dan speel, is effectief een simpele, maar toch... Een heel naïeve. Heel naïef. Zo mooi. Ja, maar, zo mooi. Ja, het is een hele schattige rol, maar ik heb daar heel hard... dat is lang zoeken geweest. Het ligt wel ver van jou af, ja, als ik het zo hoor. Ja, we spelen het natuurlijk ook in het Antwerps, wat sowieso al niet mijn... Wat zijn jouw dialectische roots? Ik ben van Antwerpen, maar ik heb het nooit meegekregen met de paplepel. Dus Janine heeft mij daar toen... heb ik dat allemaal fonetisch opgeschreven. Omdat die klanken, en er zijn nog altijd klanken die ik... Ja, en als Linda, want die kan ook niet zo echt perfect Antwerps. Ik spreek dat ook niet echt, maar Linda is echt zo... Ja, die kent het... die is zo geboren. Dat is ongelooflijk. En is het wat een goede leerling, Thomas, voor het Antwerps, Janine? Ja, ik vind dat wel. Ja, ja, hij doet dat super in het Antwerp, absoluut. Ja. Maar het was wel echt een zoektocht. Ik moet zeggen, Jeroen is daarin... Wat het leuke is aan Jeroen... Sorry, ik ga even complimenten geven. Wat het leuke is aan Jeroen is als hij een scenario begint te schrijven... Die heeft zo'n goed beeld van de personage. Die kent die personages als zijn de echte mensen. Ja. En hij laat u daar zo schoon mee kennis maken dat je... Ja, hij tekent heel mooie krijtlijnen uit... binnen welke dat jij dan met dat personage aan de slag kunt. Ja. Dat is wel een zaligheid. Wat en dan een hele goede regisseur ook, want dat wil ik niet zeggen. Het is complimentjesdag. Ja. Amai, amai. Ja. Dat is de wijn, hè. Niet terugkrabbelen in terugkrabbelen, Thomas. Het is echt waar. Het is niet veel mensen gegeven om het... Nee, dat is niet de wijn, hè. Dat mogen we misschien nog eens meedoen, hebben we dat zien. Ze zijn wel vlotjes, moet ik zeggen. Zouden zij in het echt ook types kunnen zijn die in Café Beveren zitten? Wel. Een heel gevaarlijke vraag, Jeroen. Een heel gevaarlijke vraag. Maar dat is niet normaal. Maar zij wel. Ja, maar de types dat ik beschreven heb ik echt gevonden in Café Beveren ook. De rol die Thomas speelt, daar is zo echt een man die daar elke dag komt. Die is een heel naïeve jongen, maar heel sympathiek. Iedereen kent hem. Iedereen ziet hem graag eigenlijk door zijn aanwezigheid. Door een beetje zijn, ik ga niet zeggen simpel, maar door zijn naïviteit. En dat is echt de rol die man is ook komen kijken. En die is het podium opgekomen. Die heeft meegedaan met... Dat mag in Café Beveren. Die kwam op de scène om de Polonaise mee te doen. Maar dat mag als er in Café Beveren iets gebeurt, doet iedereen dat mee. Dat is geweldig, dat was geweldig. En ben je daar dan echt een paar keer gaan zitten en met die mensen gaan praten? Ik ben nogal een observator. Met de bazin kennen we ondertussen, Sandy. Dat wel, maar ik heb vooral geobserveerd. Ja. Gewoon een paar vonden ze dat niet raar? Daar is die man weer die heel de tijd zit te kijken. Nee, het is ook niet dat ik elke dag ging, maar ik heb er... om de twee dagen dan. Ja. Alleen 's morgens en 's avonds. We hebben er een paar keer... ze hebben daar niet zo'n vraag bij gesteld, denk ik. Zo dadelijk gaan we het er nog meer over hebben, want er is nog zoveel over te vertellen. Niet alles, want mensen moeten natuurlijk naar jullie komen kijken. Absoluut. Maar wat in Café Beveren heel belangrijk is, is ook bij ons heel belangrijk: muziek. Tot zo. En welkom terug bij Affiche. Ja, het lijkt hier wel Café Beveren, want de sfeer zit hier heel goed in met Thomas, Janine en Jeroen. Ja, Jeroen, Café Beveren, wat moeten we er ons bij voorstellen als verhaal op de planken? Want je moet natuurlijk kiezen, hè, tussen al die personages. Absoluut. We hebben vaste stamgasten, waarmee we kennis maken. Onder andere Franske, die elke dag bezoekt. We hebben ook Irma, die elke dag haar glaasje Porto komt drinken. Hè. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat jij de baarmoeder van Café Beveren was. Nee. De baarmoeder is de Daisy Thijs. Ik heb een goede baarmoeder, maar de café ging er niet in.
Maar die functie wordt dus door Daisy Thijs genomen. Ja. Door Daisy Thijs? Ja. En dan hebben we nog Linda, die voor ze naar haar vitrine gaat in de Rosse buurt, altijd even langskomt in Café Beveren. Niet Linda zelf, hè? Die speelt dan... Nee, Nancy. Nancy, ja. Bedoel, Linda gaat Linda. Ja, maar het is een comedia, Thomas. Het is heel verwarrend. Nancy speelt. Dan de rol van Theo, die ik zelf ga spelen in september, die is zot van het pijporgel. Dat orgel, dat is zijn... dat is zijn god. Daarom komt hij eigenlijk... Zijn orakel. Ja. Zijn orakel, voilà. Ja. Elke dag luisteren. En dus dat zijn de vaste personages. En dan komt er iemand, zeker Dennis uit Apeldoorn, de boel verstoren. Die komt er binnen als een heel sympathieke, joviale man. Die draait iedereen om zijn vinger, maar die heeft eigenlijk andere bedoelingen. Meer die mogen we nog niet weten, nee, natuurlijk. Nee, meer ga ik niet vertellen. Nee. Dan moeten mensen maar komen. Maar het draait... alles gaat op... Hoe zei je dat nu? Alles draait de soep in door de komst van die Dennis. Ja. Dat is de stoorzender. Dat is de stoorzender, mm-hmm. Ja. En bekend voor Café Beveren is ook dat orgel, hè, dat je al absoluut vernoemde. Zo nog een orgel met de boekjes erin en de melodietjes. Is dat in de voorstelling ook aanwezig, dat orgel? Het orgel speelt is eigenlijk een personage op zich. Het is eigenlijk het hoofdpersonage. Is de rode draad ook door de voorstelling. Heel veel muziek komt van het orgel. De baarmoeder. Deze heeft eigenlijk Janine. Ze heet Janine als personage. Ja, dus een beetje je maakt het jezelf wel verwarrend, hè? Ja, tijdens repetities was dat verwarrend. Ja. Maar ondertussen, ondertussen al? Hebben ze een naamkaartje gekregen. Ja. Maar een beetje eigenlijk, het orgel is voor Janine. Ze hebben een beetje een soort van relatie. Allee, dat is een beetje. Klinkt een beetje fout, maar begrijp wat je bedoelt. Het heeft een heel speciale band met het orgel. Dus, maar het orgel zorgt ook voor heel veel ambiance. We hebben heel toffe meezingmomenten ook. Dat mensen ook in het publiek beginnen mee te doen. Want het publiek mag meezingen? Absoluut. Ja. En zijn er zo favoriete hitjes die dat orgel speelt, Thomas? Want jij bent natuurlijk de king van de hitjes. Er zitten hele leuke liedjes in. Ik kan nog niet zeggen welke, want ik vond dat altijd een heel leuk eentje, dat mag toch. Er zijn er nog zoveel andere. Ja, ik vond het nummertje dat wij deden, waar we met z'n allen op dansen. Hoe heet het? Kessie, Keno. Dat vind ik mee, hè? Dansen jullie dan samen? Ja. Een zwoele... Althans, dat proberen we. Nee, maar dat was een heel tof nummer. En het is inderdaad, heel de voorstelling is doorspekt van allemaal hits van vroeger. En zelfs nu, want je kent die super, super oud. Maar dat is super verrassend, want ik mag niet te veel zeggen, hè, maar dat... Op zich, visueel is dat al zo schoon, zo'n orgel op een podium. Maar als dat begint te spelen, is dat is iets magisch. Het is een hele bijzondere klank altijd. Ja, en dat is alsof dat je vroeger, als je musicals deed, hadden zo een voltallig orkest in de orkestbak zitten. En dat gaf je altijd als acteur heel veel sjoes om te beginnen spelen. Want je voelde die power van die violisten en zo. En eigenlijk met dat orgel net hetzelfde. Alleen staat het nu achter ons. Dus vanaf dat ding begint te blazen en te spelen... En dat zo, het is echt een monster bij. Nou, maar dan in een positieve zin. En dat, echt een volwaardig personage. Ja. Het is echt een speelpartner op de scène, specifiek in deze voorstelling. Een hoofdrol eigenlijk, hè? Ja, dat eigenlijk, is een hoofdrol, wel, eigenlijk wel. En jullie repeteren in Café Beveren? Dat is te klein. Ietsje te klein. Zeker als we nu naar Elkerlik gaan. Op de grote scène. In een café. Het moet een beetje uitgerokken worden dan. Ja. Maar dat kan. Hè. Maar jullie gaan wel op café, veronderstel ik nu. Hè. Janine doet het heel consequent. Op café gaan om je in te leven in je rol. Nee, want nu is het al even geleden dat ik hier geweest ben. Ah, ja. Dat is mijn stamcafé, maar ik ga niet veel op café. Ah, nee. Ik ben ook geen cafégaande. Nee, nee. Maar dat is tof. Ik heb daar de Bart Moyard persoonlijk leren kennen met zijn vriend Jonathan. En dan nog een paar vrienden. En ja, wij zitten daar enorm graag. Ja. Wij spelen daar ook quiz, want zij doen ook quizzen. Komen mensen van Nederland en al meedoen. Ja. Echt zalig. En dan doet hij soms nog een mosselsoupé. Ja, kijk eens. Maar dat is toch het mooie aan die cafés en ook aan Vlaanderen. Er kan van alles. Het is een wereld op zich, denk ik. En dat is een beetje wat we terugvinden in Café Beveren. Ja, dat is ook echt de bedoeling. Met dat orgel is ook de momenten dat er... er is heel veel ambiance in het echte Café Beveren. En dat probeer ik met momenten ook zeker terug te krijgen in de voorstelling. En dat is, mensen doen mee. En dat orgel geeft al zoveel power. Het is ook meer dan dat, vind ik. Want als je, ik denk dat je soms, als je de poster zou kunnen zien, dat je denkt, we gaan naar Café Beveren kijken, waar over de hele lijn comedy en ambiance is. Maar Jeroen is er ook heel goed in geslaagd, want dat herinner ik mij nog aan de eerste run. Om, als je het dan hebt over dat caféwezen naar theater vertalen.
Het is echt, en het klinkt zo super cliché, maar het is echt een lach en een traan. Ja. Het is heel echt. Het speelt niet alleen op de lach, het speelt op de emotie, op absoluut. De eerlijkheid. Ja. Het raakt ook het hart. Het is een voorstelling die heel erg binnenkwam. En ja, Jeroen besliste om de voorstelling opnieuw naar de zaal mensen te brengen. Mensen vroegen ernaar, ja. Hè? Ja. Dat is echt hoor. Ja. En het is maf om te zien hoe mensen die bijvoorbeeld het al gezien hebben, die voorstelling zich echt herinneren als een ding van, ik wil dat terugzien. Ik wil dat opnieuw zien, dat is blijkbaar heel erg bijgebleven. Mm-hmm. En dat vind ik het mooie hoe dikwijls wel. Hoe dikwijls hebben we de vraag gekregen, doen jullie Café Bever niet terug? Zeg ik, denk het niet. En ineens kreeg ik dat bericht, man. Ja. We waren heel blij. Oh. Ja. Het klinkt vertrouwd, je behoort tot de Evergreens, stilaan. Ja. Dat weet ik niet, maar ik ben zelf ook heel blij dat we het gaan. Ik was er ook heel blij mee met die voorstelling. Omdat het zo een... Allee, het is een volkse komedie, maar zo... als ik die video terugzie, en er is één moment waarin heel de zaal stil is, waarin je alleen maar chakossen hoort die zakdoekjes zoeken. Van dat ene moment gaan we naar een ontzettend uitbundig moment. Ja. Ik was de charme, en het belang van het café ten brede uitgesmeerd, zeg maar. Dat En Peter van Asbroek, die zit ook in de cast? Peter zit ook in de cast, absoluut. Ja, maar die hadden we nog niet vernoemd, dacht ik. Of ben ik dat in de druk? Peter van Asbroek. Ik wou dit toch eventjes voor de productie struikelt. Maar niet vernoemd, omdat hij natuurlijk de speciale rol speelt, eigenlijk. Hè? Ja. Peter speelt Dennis uit Apeldoorn. Ja. Oh ja, goed. Ja. Daar gaan we allemaal voor komen kijken dan. Ja, leuk. Leuk. Ik wens jullie heel veel succes. Het is nog eventjes wachten. Mensen mogen tussendoor nog even op vakantie gaan. En dan komen we jullie bewonderen in het theater met een lach en een traan, zoals het theater zo mooi is. Thomas, Janine, Jeroen, heel erg bedankt dat jullie er waren. Dank je wel. Graag gedaan. En enorm veel plezier met Café Beveren. Dank je. De heerlijke komedie Café Beveren van het Prethuis kan je vanaf 2 september gaan zien in Theater Elkerlik in Antwerpen. En alle info en speeldata zijn terug te vinden op elkerlik.be. Zo, dat was het voor nu. Volgende week leven onze 25e affiche en meteen ook de laatste voor dit seizoen. We vernemen er dan alles over Weekend Cowboys, de revival van Josephine Baker. En u krijgt zelfs een reisadvies van... Jawel, Jeroen Maas, volgende week. Veel om naar uit te kijken dus. Tot volgende week, tot affiche. Dag.